We hebben hier een Kubota 3060 F. Dan heeft stuurkracht. Heeft ook vierwielaandrijving. Heeft net nieuwe twee achterbanden gekregen. Trekhaakje. Deze is ook nieuw. Kun je wel zien, de spiegeltjes zitten er nog op. Dit is een 51, 61 mai dek. Vier kanonnen aangedreven. Nou, eens even kijken naar de bediening. Hier nog een staartje. Dat is achteruit. Dat is vooruit. Nou, dit is de Maaidek-lift. Dit is de lage. Dit is de hoogteversnelling. Je hebt twee groepen in de hydrostaat. Die is voor de achterkas. Hier heb je nog een sleuteltje voor de, hoe heet dat ook weer, massaschakelaar. Die heeft 2595 uren gelopen. Nou ja, dit is een professionele maaier, dus dat is nog niet zo heel veel. Dat is nog niet zo heel veel. Je hebt daar wel een stukje plastic weg. Nou ja, dat zal het maaien niet minder maken, denk ik. Dus even kijken naar het motortje. Er zit een 4-cilinder Kubota motortje. Zit nog heel mooi in de lak. Er zit wel een beetje staf op de motor. Maar dat is niet zo erg. Ik kan het er wel afwassen, maar ja, wie weet komt het in een elektronische afdeling en dan wil die weer niet starten. Dus dat is ook weer wat. Ziet er nog prima uit. Hier een klein stukje verf eraf, maar in algemene zin is dat, ziet dat er top uit. Even kijken, daar staan nog een paar cijfers op. Hier heb je het type plaatje. F3060. Dat is nog een paar gegevens. Dan heb je de 4x4 aan zitten. Bij sommige maaiers, als dat niet meer werkt, halen ze hem weg. Dus deze die werkt nog wel. Ik zal eens even een motorkapje dicht doen. Zo. We moeten even starten. We hebben het remmetje in. Even het gloeilampje. Moet aan. Het gloeilampje aan. Even wachten altijd. Staat mooi. Een beetje gas geven. Gaat mij dat kim hoor. Besturen. Dat werkt wel prima. Maaikje. Een beetje gas geven. De stationair. We kunnen even het remmetje erop zetten. Als het goed is valt hij dan niet uit. Nee. Even een rondje omheen.